Dames en heren, wij zijn hier vandaag vanwege de lancering van Managing Authentic Relationships. Ik denk dat het ideaal boek is voor iedereen die wil werken in de hotelbranche, in de professionele relatiemarketing, in de beursorganisaties, in de congresmarkt, in de toeristische sector ook. Ik hoop ook, godzijdank, in de museale branche en bij de theaters en de instellingen die daarbij horen. En ik denk dat we daar heel veel profijt van hebben. Het is een, wat mij betreft, een soort college dictaat. Het ziet er prachtig uit, het is mooi geïllustreerd. Het ziet er veel mooier uit dan enig college dictaat dat ik ooit heb gehad. Maar het heeft wel die serieusiteit. Mijn belangrijkste rol bij NDT is denk ik toch echt die strategie uitzetten. Dus wat we doen, een vertaalslag geven in wat er in de omgeving gebeurt. Dus je kan van alles verzinnen wat je doet, maar als je geen doel hebt of geen zee hebt om op te varen of geen zicht hebt hoe je dat gaat doen in die buitenwereld, dan ga je niet redden. Ja, ik denk dat het managen van authentieke relaties inhoudt dat je ook echt zelf authentiek bent. Dat je eerlijk bent in de agenda die je met de ander bespreekt. En dat je niet de ander manipuleert of eigenlijk iets anders wil dan je tegen hem of haar zegt. Je moet authentiek zijn. U kijkt door mij heen, ik kijk door u heen. En als je niet oprecht bent in hetgeen wat je doet, ja, dan ben je alleen maar jezelf ongeloofwaardig aan het maken. Dus ik zeg heel graag vooral tegen jonge collega's, blijf jezelf. Wees eerlijk in wat je wil, wat je doet. Authentiek zijn betekent jezelf blijven. En ook in de manier waarop je met relaties omgaat. De belofte van het boek is dat het je helpt bij het bouwen van een professioneel relatiemanagement op alle niveaus. Dus zowel op strategisch, op tactisch als op operationeel niveau. Ik vind dat het boek eigenlijk heel volledig is. Het is een compleet boek en het behandelt alle aspecten van het relatiemanagement.